All these empty faces talking about problems, I don't care. I can't wait till sundown, cause my body's aching. I just wanna dance, I just wanna dance. Don't you wanna party? Leuk dat je kijkt naar onze nieuwe video. Wij zitten met z'n drietjes in de auto, want we gaan wat leuks doen, heel spontaan. Last minute, niet afgesproken. Wat gaan we doen, Joe? We gaan naar Extrema Outdoor, een festival in de buurt van Eindhoven. Het stond, zoals ik net al zei, totaal niet op de planning, alleen we kregen net een aantal kaarten doorgestuurd en toen was het zo van... Frankie Rosado. Thanks, Frankie. Onze Frankie Rosado. Dus super dankjewel, Frankie, voor deze kaarten. We hebben er zin in. We blijven niet heel lang, want op een gegeven moment moeten we weer naar huis om ons klaar te gaan maken voor Sensation White vanavond. Het is een feestweekend. Morgen moet namelijk ook gaan feesten. Dus zowel zaterdag als zondag ben ik weer aan het feesten. Schat, ik ben weer even puber. Altijd laat ik jullie zo zien. Totaal niet echt festival ready, maar wel grappig. Yes, we zijn aangekomen bij Extrema. Zo. Het gaat haar eerste festival zijn in Nederland. Yes, it's the first. Oh, she's very happy. Yes, yeah. We're going to dance. But maybe we're going to eat something. Oh no, you just eat in the... We're just gonna drink something and then dance. And we're gonna dance. Yay. Mag ik even die frustratie dat we alle drie dachten dat het in Eindhoven was? Ja. Maar we zijn in Limburg! We zijn dus in Wanrooij, maar wij hebben helemaal niet gegoogeld waar dat was. Waar is die manege? Dus we deden gewoon, ik denk dat dat de entree is, toch? Dus ik, ja, wij gingen gewoon alvast richting Eindhoven rijden en toen halverwege deden we die navigatie aan. En toen kwamen we erachter dat het veel en veel verder was dan wij dachten. Dus we hebben er echt 2 uur over gedaan of zo. Waarvan we dachten we zijn 1 uur onderweg. Maar maakt niet uit, we zijn er. En ik ben benieuwd hoe het gaat zijn hier. Ik draag een jurk eigenlijk van Sap Shopping. Die hebben jullie ook gezien in de vlog van Turkije. Mijn Gucci tas en mijn Nike's. Dat is mijn stijl vandaag. I'm just gonna close my eyes and pretend that I'm not here. All these empty faces talking about problems, I don't care. I can't wait till sundown cause my body's aching. I just wanna dance, I just wanna dance. Don't you wanna party? Standing in the crowd, feeling heartbeat. Everybody's carefree, everybody's carefree. Don't you wanna party? Standing in the crowd, feeling heartbeat. Don't you wanna party? Don't you wanna party? Hello, ik ben weer thuis en ik zit in de kapperstoel. Yay! Hi mensen. Het was hartstikke gezellig, eventjes bij Extrema met Rijn en zijn broertje was er en een paar vrienden. En Rashid hebben jullie ook gezien, dus het is heel erg leuk om er even te zijn. Ik denk dat we er... misschien maar 1,5 uur of zo zijn geweest. En toen gingen we lekker weer naar huis. En nu is het preparation time voor Sensation White. Want Fredje en ik en Ryan, we gaan met z'n drieën naar Sensation White. Naar de closing moet ik eigenlijk zeggen. De laatste ever hier in Nederland. Is het eigenlijk all over the world? Stopt hij ook in Dubai en zo? Nee, alleen in Nederland? Nee, ja. Ah, oké. Okay. Ja. Dus daar gaan we naartoe. Helaas kan mijn nichtje dus niet mee. Want het was sowieso al... het is helemaal uitverkocht en gelukkig omdat Ryan heel veel connecties heeft in evenementenland, heeft hij echt 2 weken geleden 3 kaarten kunnen regelen voor ons. En mijn nichtje is eigenlijk sinds gisteren hier, maar dat was een hele spontane actie. Dus we wisten het ook niet dat ze hier zou zijn. Dus helaas ook niet vandaag nog wat voor haar kunnen regelen. Maar ze is ook moe, dus ze blijft lekker thuis met Bibi. En ja, die gaat waarschijnlijk even tv kijken en dan lekker naar bed. Lekker tikken. Morgen gaat ze wel mee, want morgen gaan we naar Zazazu Festival. Dus dat is ook hartstikke leuk. Nu gaan we een fantastische koek maken. Zometeen een beetje opmaken. In ieder geval een touch-up, want ik heb vrij weinig op. Een beetje de ogen wat zwaarder aanzetten. En dan zien jullie zometeen het eindresultaat. We're ready. Schat, even je outfit toch. Oh my god, is het hier gorgeous. Wat heb je aan, lief? Kos. Levi's Jordans. Oké, ik heb pakje aan van Josh V.
twin set. Ik heb mijn Yves Saint Laurent schoentjes en mijn Yves Saint Laurent clutch. En mijn haar, ja, oké, okay, eerlijk is eerlijk. We hadden het anders in gedachten. Alleen ik had mijn haar gewassen vanochtend. Dus mijn haar was te zacht en te glad. Dus het lukte niet. Jammer, want het was geen tijd. Maar nu hebben we gewoon een vlecht. Joe! Leuk, Frey? Ja hoor, het is gewoon een hele mooie vlecht. En dit is mijn Fretje. All dressed in white. Ik vind het zo ongelukkig. Fred haat wit. I love wit. Kijk mijn ogen trouwens. Weer dicht, dus moeten we wel? Oké, we zijn dus nu op zoek naar de balie. De persbalie waar onze kaarten klaar liggen. Geen sieraden om. Het ligt allemaal op het aanrecht. Waarom doe je dat dan ook weer af? Om jouw haar te kunnen doen. Waarom doe je je horloge af dan? Ja, om jouw haar te kunnen doen. Het blijft plakken.